I and I. 400 years in a Babylon. 400 years. For I and I never yet seized the fire till Babylon. I and I never yet sees the fire till Babylon fall upon knuffelen van bomen. Hallo Dennis, Dennis Barief. Ik vind jou een ontzettend mooie achternaam. Heb je een voornaam ook hoor. Jij bent vandaag hier met ons in het kader van Overwegen Leven en Vrijheid. Mm-hmm. Dan ga je iets doen met rots en water. Dan ga je straks even op in. Maar nou ben ik heel benieuwd naar Dennis. Als ik aan Dennis denk, zover ik jou ken, denk ik aan fire. Eén en al vuur. Ken je dat een beetje van jezelf? Een beetje wel, ja. Een beetje wel, oké. Okay. Dennis, in mijn optiek is vuur iets wat we missen als mensen op het moment. Er is zoveel gaande, zoveel beweging en ik ervaar heel veel passiviteit nog. Hè, van mensen van, waar gaan we voor, verbinden we, gaan we er helemaal voor om echt een iets anders te creëren van het leven samen. Dat is mijn vision. Ja. Wat is jouw wens voor de mensheid, voor de medemens? Iedereen is een ster, iedereen heeft iets te bieden. Wat is jouw passion? Wat is jouw ding? Mijn passie is ontwikkeling. Daar ben ik een tijdje geleden achter gekomen. Ik hou ervan om mezelf te ontwikkelen, maar ik hou er ook van om andere mensen in ontwikkeling te zien. En dat aan hun bij te kunnen dragen, te kunnen geven, waar zij zichzelf van versteld doen staan. Dus dat ze iets kunnen doen. Wat ze doen is vaak een middel om tot zichzelf te komen. Het maakt in principe niet zoveel uit wat je doet. Maar als er een leercurve in zit, het is een uitdaging. En je kunt die uitdaging, die jouzelf is in principe. Want uitdaging heeft gewoon te maken met jouw processen. Hoe jij denkt, hoe jij jezelf van binnen voelt. Als je die dingen in kaart kunt brengen voor mensen. En zij de uitdaging aan durven te gaan. En die uitdaging of zichzelf dus ook kunnen overkomen. Dan zijn ze in ontwikkeling en dan staan ze van zichzelf te kijken. En dan is er ruimte tot meer. Dus ik probeer mensen meer aan te bieden. Mensen die eenzelfde ervaring als ik hebben ervaren in hun leven. Die een andere gevoel erbij hebben. Bijvoorbeeld een angstgevoel. Wat jij net zegt als het weggaat. Of wij met je kinderen. Maar ik geloof als jij terug kunt komen naar jouw centrum. Dan ervaar je die dingen niet. Snap je? Ja. En ervaar je het op een andere manier. Je zegt, daar ben je pas achtergekomen. Hoe dan? Hoe ben je hierop gekomen? Wat heb je gemist? Of wat heb je gezien? Wat is je inspiratie geweest? Mijn inspiratie is in principe leven. Gewoon zoals het leven komt. En ik doe heel veel dingen die met Rastafari hebben te maken. Mm-hmm. Maar ja, Rastafari is voor mij ook gewoon leven. De ene die noemt het hindoeïsme, de andere noemt het boeddhisme. De andere noemt het islam. Ze hebben een geloof in zichzelf, in een god in zich. En dat is ook hetgene waar ik mezelf door laat inspireren. En gaandeweg heb ik dingen gedaan waardoor ik ervaring opdoe. Want dat is ook het belangrijkste in het leven, volgens mij, is dat we ervaring opdoen.
leren, ontwikkelen, zodat we steeds naar een, hoe zeg je dat, volwaardiger, een volwaardiger vorm van onszelf worden. Want we zitten op een bepaald niveau, maar ons niveau is in principe eindeloos. Ja, sky's ja, the limit. Ja, ja, oké. Okay. Jij noemt Rastafari. Ben je daar al heel lang mee bezig? Of is, ja, is het recent? Ja, ik ben als Rastaman geboren, alleen ik ben niet altijd in het bewustzijn geweest. Dus de afgelopen jaren ben ik tot de realisatie gekomen wat mijn richting is. En die richting, ja, die wordt gestuurd door Rastafari. Die geeft mij, zeg maar, mijn navigatie, mijn tom-tom. In je lichaam te komen, daarom noem ik het ook inner standings. Inner standing komt van understanding, het is een Rastafari terminologie. En inner standing betekent van, hey, ik sta in de wereld, maar hoe sta ik ook in mezelf? Want je kunt in de wereld staan met je lichaam, maar het belangrijkste is van, hey, hoe sta ik hier in het lichaam? Want vanuit hier en vanuit hier kun je in principe alles overkomen. Alleen je moet jezelf daar wel bewust van zijn. Kan je daar iets concreter in zijn, van voor iemand die niets weet over Rastafari, van, kan je een voorbeeld geven van een moment dat je zegt van, oh kijk, dit is hem. Een moment dat je echt voelde, of misschien iets wat je te horen kreeg. Of... Ja, nou, het is meer, als ik zeg, de dingen die ik doe. Mm-hmm. En ik ben steeds meer spiritueel aan het worden. Ik ben iemand die wel met zijn beide voeten op de grond wil blijven staan. Dus het moet voor mij wel, hoe zeg je dat? Je hebt er een verschil tussen geloven en weten. Geloven is iets wat je denkt dat gaat gebeuren. En weten is iets wat je hebt doorleefd. Dat is ervaring. En met Rastafari en met spiritualiteit. Die ervaring die ik meemaak, dat zijn geluksmomenten. Okay. En geluksmomenten, dat zijn momenten voor mij dat ik niet hoef na te denken over de situatie en het gewoon kan beleven. En ja, dat is misschien dan wel het zweveringen wat je echt moet meemaken. Ja. Het licht zien. Ja, het licht, gewoon werkelijk licht zien. In een moment zijn met mensen en gewoon een gloed eroverheen zien. En dat is voor mij, ja, vind ik wel heel bijzonder. En dat drijft mij om verder te gaan, om meer van dat soort momenten te ervaren, met anderen, dat te delen. Ja, het klinkt als een soort dat het spirituele echt geankerd wordt in de mensen, ja, in wat je aan het doen absoluut bent. En de uitwisseling die je hebt met elkaar. Heel mooi. En je bent een actief mens, dat zei ik ook net, hè? Fire, vuur, vuur, vuur. Ja. Wat doe je zo? Al werken met jongeren, volwassenen, met kinderen, wat doe je eigenlijk concreet? Wat ik doe, waar ik mijn centen mee verdien, ik werk op een internaat als groepsopvoeder. Ik ben een flexkracht, dus ik heb geen vaste groep. En dat is wel hetgene wat mij het beste past. Flexen? Ja, okay. Omdat ik heel veel contact heb met mensen, met alle kinderen, zeg maar, op het terrein. Niet alleen maar op de groep zelf, maar ook op het terrein. Okay. En dat is wat, net als ik zeg, daar doe ik mijn geld mee verdienen. Daar heb ik heel veel van geleerd. Dat is echt mijn uitdaging ook geweest in het leven, om van te groeien. Weet je wie je zelf bent, dat kun je nooit weten wie een ander is. Dus dat is ook rots aan water, bij jezelf blijven. Maar dat voelde ik nu ook net, hè. Ik wil het bijna niet zeggen, maar nu je dit zegt, ik voelde me gewoon thuis. Ik beweeg niet eens, omdat ik gewoon, het zit gewoon lekker. Net alsof ik in een lekkere stoel zit, waar ik denk van, oh, lekker, lekker. En op die manier voelt het ook thuis en secure. Ja, ja, ja. En dat is een hele belangrijke kwaliteit die we ons hebben bewust van. Ja, dank je. Heel actief. In heel veel dingen. Ik skate heel graag, ik ben heel fysiek bezig. Ja. Yoga doe ik iedere dag. Ik ben ook bezig met de yoga lerarenopleiding. Ik doe Naya Bingi. Dat is een vorm van bhakti yoga. Dat is een aanbiddingsyoga. En ja, dat doe ik 2-3 keer in de maand, maar dan moeten we wel heel veel kilometers van maken. Dus dat neemt gewoon heel veel tijd en aandacht in beslag. Dat zijn wel de dingen die ik graag doe. Daarnaast ben ik ook bezig met rots en water als vrijwilliger op een school in Den Bosch. Dat doe ik lessen geven aan de klas van mijn zoon. Ik ben nu bij de 6e les of zo die we hebben gedaan. En je ziet ook gewoon met die kinderen dat die kennis die ik wil delen met hun, die zit al in hun. Het is alleen dat ik hun daaraan doe helpen herinneren. Want af en toe komen er dingen uit die mond en dan denk ik bij mezelf van oké, wauw, weet je wel, dat had ik nooit verwacht bij zo'n kind. Maar het zit er wel in en
het komt eruit en dat is gewoon heel erg mooi. Ja, wat ik jou hoor zeggen, tenminste zo interpreteer ik het, dat kind is al is vol en volwaardig. Ja. En wat jij doet is echt openmaken, helpen openmaken om te zien wat erin is. Ja. In plaats van dat je zegt van bijvoorbeeld je bent niet goed genoeg en je moet dit leren en dan kom je er pas. Wat, heel vaak, wat ik heel vaak zie in het onderwijs, hè? Dat, ja, dat is van buitenaf. Ja. Terwijl jij gebruikt rots en water om juist het bloeiproces gewoon te helpen plaatsvinden. En doe je dat ook met volwassenen? Ik heb ook dingen met volwassenen gedaan. Ik heb een tijdje geleden workshops thuis gegeven. Gewoon om te oefenen, want voor mij is het ook een leerproces. Alles wat ik doe is een leerproces. Ik bedoel, ik ben geen expert. Ik ben gewoon een leerling die dingen heeft ervaren, daardoor heeft geleerd en dat wil delen met anderen. Dus we zijn allemaal leraren van elkaar. Als ik op mijn werk ben, ik ben de grootste leerling. Die kinderen die leren minder van mij dan ik van hun leren. En datzelfde als ik voor de klas sta. Dus dat zijn gewoon mooie dingen, weet je wel. Dennis, jij achternaam, even wat meer op je inzoomen, je achtergrond. Jouw achternaam is Barife. Waar komt dat vandaan? Ja, nou, ik ben van Jamaicaanse afkomst. Mijn vader is Jamaicaans. Ik heb ook op Jamaica gewoond. Ik weet niet zo heel goed waar de naam vandaan komt, om heel eerlijk te zijn. Ja, het is een Franse naam, dat weet ik wel. En zoals de geschiedenis gaat, ik ben van Afrikaanse afkomst. Uh-huh. En de Afrikanen zijn niet vrijwillig naar het Caribisch gebied toegegaan. En ik denk dat er in die tijd ook weinig Barifs waren. Dus het was toen in die tijd gebruikelijk om een naam van de slavenmeester over te nemen. Dus vandaar dat Afrikanen diverse westerse achternamen hadden. Oké. Jamaica, totaal andere cultuur. Nederland, totaal andere cultuur. Ja, man. Hoe breng je die twee samen? Wat heeft het jou gebracht? Juist de diversiteit. De diversiteit in het begin is altijd een struggle geweest. Mm-hmm. Want ik kom ook gewoon, ik heb ook mijn achtergrond, ik heb ook mijn dingen meegemaakt. Mijn Tori, zoals ze dat in het Surinaams zeggen volgens mij. En die dingen, weet je, in deze cultuur, mensen hebben altijd, wijzen mij aan als anders. Mm-hmm. En, ik heb mezelf nooit echt bezig gehouden met discriminatie en dat soort dingen allemaal. En ook nooit echt willen zien. De laatste jaar begint het me steeds duidelijker te worden. Maar ja, weet je, die struggles, als je anders bent, dan val je altijd buiten de groep. En ik heb altijd buiten de groep gevallen. Dus ik ben ook een best wel op mezelf gericht persoon. Ik kan alleen zijn. Het is niet zo dat ik eenzaam ben of weet ik veel, maar juist door anders te zijn, moet je altijd op jezelf kunnen rekenen. En nu sta ik in mijn kracht door al die jaren van weerstand en kan ik zeggen van, hey, ik vier mijn individualiteit uit. Ik ben er trots op dat ik ben wie ik ben en dat ik me niet hoef te conformeren aan de massa of nooit heb geconformeerd aan de massa, want wat ik zie in de wereld zijn juist de dingen waarvan ik zeg van, goh, daar wil ik mee aan de slag gaan, weet je wel. Dan wil ik een schwung aangeven en mensen helpen in die richting van dat licht. Want dat is hetgene wat ik zie, weet je wel. Want dat is het medicijn in principe. Ja, ja. Wat jij ook net aangeeft, van je hebt geleerd om op jezelf te staan. Ja. Ja? Is dat ook wat rots en water brengt? Rots en water, in eerste instantie, ik kan alleen maar vertellen wat mij heeft geleerd, weet je wel. Mij heeft het geleerd om een manier te vinden om op ieder moment dat je tegenkomt in je kracht te kunnen staan. En juist wat je zegt, er zijn gewoon een aantal technieken, weet je wel. Dingen hebben gewoon met technieken te maken, maar dat je bewust bent van die technieken in het moment. Want vaak in het moment worden wij overspoeld, net als ik zeg, door die processen, weet je wel. Ja. Dingen die we hebben meegemaakt, emoties, lichaamstrillingen die we niet kunnen plaatsen, onze ademhaling die stokt. Mm-hmm. En dan wordt het gewoon heel erg moeilijk om helder na te kunnen denken. Met rots en water geeft het jou juist die tools dat jij in het moment kunt zeggen van, hey, ik blijf bij mezelf, ik blijf in mijn centrum. En dan heb ik een keuze welke richting ik in wil gaan. Want dat is pas het moment dat je werkelijk vrij bent om een keuze te maken. Als je al die troep die jij bij jou draagt, op dat moment van jou af kunt gooien. Helder na kunt denken en dan jouw pad kunt bepalen. Welke keuze ga ik maken?
doet me weer denken aan wat je eerder hebt gezegd. Ik zie even die connotaties te vinden van dat je het in dat moment keuzes kunt maken. Ja. Ja, dat moment van open. En daarvoor had je het ook over van... in feite ging het over het ankeren van spirit als het ware in de body, in het moment. Ja, zo verbindt het ook eigenlijk. Rots en water voor jongens, voor meisjes, voor volwassenen. Voor iedereen. Voor iedereen. Rots en water is voor iedereen. Ja. Want rots en water is... Weet je, rots en water is weer een vorm om een universeel principe aan mensen duidelijk te maken, weet je wel. Rots en water heeft dingen van yoga erin zitten, heeft dingen van meditatie erin zitten, heeft dingen van lichaamsbeweging erin zitten, heeft het leven in zich zitten, weet je wel. Alleen, dat ze hebben het in een vorm kunnen gieten dat het, hoe zeg je dat, op een begrijpelijke manier wordt aangereikt aan mensen, weet je wel. Het is heel fysiek. Je begint met het fysieke gedeelte en op het moment dat je het fysieke gedeelte hebt aangepakt, dan kun je in de mind gaan, in de geest gaan, weet je wel. Dus als je bewust bent van je centrum, dan ben je bewust van je lichaam. En als je bewust bent van je lichaam, dan kun je jezelf beheersen, weet je wel. En daar gaat het uiteindelijk om, zelfbeheersing. En daardoor word je zelf bewust. Dus. Zeer in tegenstelling tot wat ik heel vaak zie, is dat mensen heel erg naar buiten gericht zijn. Ja. Hè? Van de goedkeuring en de acceptatie en doe ik het goed en daardoor ook heel, heel angstig, niet kunnen zijn, maar gewoon zijn. Ja. Of vanuit die angst inderdaad dat op zo'n manier in het leven blijven staan. En dat begint al bij kinderen. Ja. Al heel jong. Ja. Heel jong. Oké, Dennis. Ik ben benieuwd naar nog meer over wie je bent, wat je doet en ingezoomd op wat ze waren. Oké. Rastaman, fireman. Oh, fireman. Bingy man, fireman. Oh, fireman. Dennis man, fireman. Oh, fireman. Ja, Micharda zei het net al, hè? Fireman. Ja, man. En ja, er zijn natuurlijk veel meer elementen dan alleen de vuurelementen. Hè? Hoewel het vuurelement natuurlijk een prachtig element is, hè? De transformatie. En dat heb je net ook al veel verwoord. Maar je hebt natuurlijk ook de andere elementen. En dat vind ik zo mooi. Ik hoor die andere elementen terug in rots en water. Want daar gaan we het over hebben. Rots zou het aarde-element kunnen zijn. Mm. Water is natuurlijk de vloeibaarheid, maar ook de verbinding. Hè? Mm. Kan je uitleggen, waar staat rots voor? Waar staat water voor? Laten we het echt even erop ingaan. Oké. Wat ik heel interessant vind aan rots en water, is wat ik de afgelopen tijd heb geleerd, is dat je mannelijke en vrouwelijke energie heb. Mm-hmm. En toen ik met rots en water was begonnen, toen zag ik de tegenstelling rots en water. Rots is hard, is stevig, is kracht, is concreet, is onwrikbaar om het zo maar even te zeggen. Terwijl water is bewegelijk, is zacht, heeft aanpassingsvermogen, kan door dingen heen, dus is vloeiend. Uit balans proberen te brengen, maar nu met de handen tegen elkaar aan. Oh, heel goed. Oké, dus je mag ook zeg maar zo soort van duwen? Je mag duwen, je mag trekken, je mag stoten, je mag whatever, trekken? Oh, ik wil niet zitten. Nee, je mag elkaar niet vastpakken, handen tegen elkaar. Wat ik heel, heel bijzonder vind aan rots en water, ik heb de afgelopen jaren ben ik aan het leren over vrouwelijke energie. En in deze maatschappij zijn we vooral bezig met mannelijke energie. Dus die doe-mentaliteit. En rots en water, als je gaat kijken op het medicijnwiel bijvoorbeeld, dan zie je dat rots aarde is en water is, water is water. Maar het is allebei ook vrouwelijke energie. Maar dan al een andere kwaliteit. Dus we nemen nu het mannelijke. Zetten we even aan de kant. Parkeren omdat we daarmee bekend zijn. En we gaan gewoon naar vrouwelijke energie kijken. Die gaan we opsplitsen. En dan gaan we twee kwaliteiten van. Hoe zeg je dat? Daar gaan we mee werken. Mm-hmm. Dus we kunnen. Dat is het mooie vind ik van rots en water. Dat die rots, ook al is die hard. Ook al is die. Hoe zeg je dat? Is dat voor jezelf opkomen dat het toch die vrouwelijke kwaliteit heeft, dat het die vrouwelijke energie heeft. En ja, dat is wel hetgene wat ik denk dat we meer moeten gaan ontdekken in deze omgeving, die vrouwelijkheid. Mm-hmm. En dat het toch pit is en toch stoer is en dat je daar toch mee kunt knokken, weet je wel. Maar wel op een, hoe zeg je dat? Op een liefdevolle manier.
Hey Dennis, wanneer ben je rots en wanneer ben je water? Kan je met misschien een concreet voorbeeldje aantonen van, hè, in het leven, de ene moment dan ben je onwrikbaar, dan geef je niet toe. En het andere moment dan ben je water. Zou je dat misschien met een techniek die jullie in die workshop gebruiken toe kunnen lichten? Een techniek? De makkelijkste techniek eigenlijk, en dat is ook de techniek waar ik in eerste instantie de meeste focus op ga leggen, is dat jij in alle tijden bewust bent van jouw centrum, van jouw bike. Want jouw bike is in principe, zoals ik het heb geleerd, is waar het universum zich zetelt, weet je wel. Dit is waar het universum samenkomt. Dus vanaf het moment dat jij bewust bent van jouw centrum, maakt niet uit in welke situatie jij jezelf begeeft, kun je altijd gaan kiezen tussen rots en water. Mijn ervaring is dat ik nu steeds meer rust begin te ervaren, omdat de technieken zo zijn dat je eerst gaat spannen, dus kracht gaat ontwikkelen, dus meer vuur gaat ontwikkelen, dus stevig kunt staan. Maar alles heeft zijn keerzijde, weet je wel. Alles heeft zijn tegenpol. Dus nu ben ik bezig met rust te creëren. Dus als ik in een situatie ben, wat is de situatie? Kom tot mijn centrum. En dan ga ik kiezen van, neem ik een rotshouding aan of neem ik een waterhouding aan? Wat is nou het meest essentiële verschil van een rots- en een waterhouding? Doe meer even heel praktisch. Van, stel je voor, ik ga... Kinderen. We hebben het over kinderen. Een meisje wordt gepest op school. Ja. Wat neemt ze op dat moment aan? Wat is dan op dat moment het meest effectief? En kan je dat uitleggen van... Nou, rots zou zijn... Even kijken. Een voorbeeld dat ik deze week had bedacht. We kunnen een bal hebben. En als jij een bal hebt en je zou met iemand willen gaan spelen. Als je een rotshouding aan zou nemen, dan zou het zijn van... Hey, dit is mijn bal. Ik ben de baas. Ik bepaal de regels. Ik zeg hoe wij gaan spelen. Mm-hmm. Dat is een rotshouding om met een bal te spelen. Mm-hmm. Als je een waterhouding zou hebben, dan zou je zeggen van, hey, dit is mijn bal. Mm-hmm. Dan zou iemand vragen, zou ik ermee mogen spelen? Ja, natuurlijk mag je ermee spelen. Mm-hmm. Alleen met een, hoe zeg je dat? Als het helemaal water is, dan bepaal jij zelf niet de regels. Dan kan het zo zijn dat de andere mensen de regels gaan bepalen, dat jij aan de zijkant erbij staat, en dat je eigenlijk helemaal niet blij bent hoe er met jouw bal wordt omgegaan, hoe ermee wordt gespeeld. Dus dat is het anders uiterste. Mm-hmm. Waar we naar op zoek zijn, dat is in principe de gouden middenweg. Mm-hmm. En dat zou dan zijn van, hey, ik ben zowel rots als water. Eerst gaan we uitzoomen naar de tegenpolen, maar dan willen we ze samenbrengen, want in de ideale situatie ben jij in balans met rots en water. En dan is het van, hey, het is mijn bal. We spelen samen. We gaan samen regels verzinnen. Het is wel zo, als er iets gebeurt wat ik niet fijn vind, wat er met mijn bal gebeurt, dan geef ik daar aan. En dan zet ik het spel stop. Dan ben je rots. En dan ben je rots en je bent water. Want je bent stevig genoeg om te zeggen van, hey, ik ben het hier niet mee eens. Maar je bent wel water dat je kunt zeggen van, hey, ik ben niet onwrikbaar. Ik ga het wel bespreken en we gaan op zoek naar andere mogelijkheden. Zodat we het spel wel kunnen continueren. Want daar gaat het uiteindelijk om. Toch? Ik ben heel nieuwsgierig geworden naar wat je uiteindelijk te brengen hebt. Ik vind het een heel mooi voorbeeld. Ik zie het ook helemaal voor me. Ja. En ik wil het gewoon in levende lijve meemaken. Ja. Ik zie ernaar uit. Ja, ik ook. Ik ben heel benieuwd. Yes, I.
voeten. Linker hand. Voor. Kracht. Eigen weg gaan. Eigen keuzes maken. Zeg gewoon wat je in je loopt. Je hart. Het deken. Liefde. Communicatie. Vrede. Vriendschap. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel, Mr. Dennis. Heel mooi. Heel mooi.